Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 18. Goedemorgen allemaal, het is vandaag de 18e dag en er was gisteren even stress over dat het dus niet goed ging. Ik kon gisteren helemaal niet meer editen. Alles daarvan vertel ik jullie vanmiddag. Ik had namelijk nog maar 10 minuten en dan moet ik weg. Dus ik ga me haasten. Maar we zijn gelukkig terug. Dag 17 is wel verloren, helaas. Maar hopelijk komt deze gewoon online. Ik ga jullie vanmiddag alles vertellen erover. Goed, ik ben thuis inmiddels weer. En ik heb al avond gegeten. Het is 3:30. De honden hebben gegeten. En ik ga even naar mijn opa en oma toe, want mijn opa heeft mijn OV vandaag met de auto weer naar de garage moest. Die heeft mijn OV vandaag meegenomen, zodat hij heen en weer komt met de metro. En ik ben thuis, ik heb avond gegeten, dat heb ik al gezegd. Ik val in herhaling. Ik heb wel het adventkalootje al verstopt. En nu eigenlijk niet zo heel veel. Ik ga proberen om mijn presentatie nog terug te halen van het ad-programma. Oh ja, maar dat zou ik nog vertellen. Gisteren is dus mijn editprogramma vastgelopen. Ik kreeg mijn beeld niet meer te zien. Vervolgens heb ik hem aan en uitgezet. Toen was mijn hele editprogramma in één keer footsie. Kwam niet meer terug. Ik heb allerlei mogelijkheden gedaan om nieuwe editprogramma's te downloaden. Waarschijnlijk heb ik tijdens het downloaden allerlei onzin er binnen getrokken. Waardoor mijn hele laptop vast stond en weet ik het allemaal. En nu heeft mijn pa met heel veel moeite Sony Vegas 14 erop kunnen zetten. Dus hij doet het weer. Ik kan gewoon weer editen. En ja, het is even kijken hoe dat allemaal afloopt. Maar ik ben dus mijn presentatie ook kwijt. Want die deed ik op video. En die is dus ook weg. En die moet ik woensdag af hebben. En het is vandaag maandag. En morgen moet ik ook naar school. Normaal ben ik morgen vrij. Morgen moet ik naar school. Dus kleine stress is toegeslagen. Helaas. Ja, als ik morgen de lerares nog zie, probeer ik uit te leggen. Misschien dat ik uitstel krijg. Misschien dat ik naar de kamelen of zo. Nou, ik hoop wel gewoon dat ik het afkrijg, want ik zou het niet leuk vinden voor mij en mijn klasgenootje dat ik door mij, dat het nu niet door kan gaan. Dus ik ga mijn best doen. Maar in ieder geval ga ik nu eventjes naar mijn opa en oma toe, even mijn OV halen en ik had nog een boodschappentas van hun hier liggen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb heel goed nieuws, voor mij althans. De video van gisteren kon ik niet meer in elkaar zetten, dus die is helaas verloren. Maar aan het einde van het jaar zullen jullie natuurlijk wel nog de adventkalender review zien van alle dagen. Maar die heb ik dus niet meer af kunnen krijgen, helaas. Dus die vervalt. Maar er is eigenlijk gisteren niet heel erg veel gebeurd. Dus jullie missen ook niet heel erg veel. Maar ik ben wel blij dat ik de presentatie af heb kunnen maken. Ik moet wel nog even wachten op mijn klasgenootje, want die moet nog één dingetje doorgeven wat ik in moet zetten. Haar mening. En dan is het nu eigenlijk gewoon tijd voor de adventkalender. Hebben jullie er zin in? Ik wel. Dit cadeautje vandaag is heel erg kerstgerelateerd. Let's go. Hey, ja! 18! Schudden. Nou, ik kom niet naar buiten en ik kom niet naar boven. Wie zegt dat? Nou ja, omdat ik daar niet mag komen. Het lijkt hier soms net een kamp. Dit heeft hier niets mee te maken, maar ik lig achter de kamp. Bank. Ga ik een rijm hoor. Oh ja, maar voor hetzelfde te maken. Maar ik lig achter de. Achter tafellaken. Je leest gewoon niet goed. Lees nou eens goed. Het lijkt hier soms net een kamp. Dit heeft hier niks mee te maken, maar ik lig achter de. Kamp. Ja, de vorige keer was ook een ander rijtje. Kamp. 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 Lamp. Oh, vier cd's met kerstmuziek. Ja, leuk. Ik heb morgen opzetten. Ik denk dan raad dat mensen heel boos worden. I'm gonna go to the hospital.
goed, lieve mensen. Het is inmiddels later op de avond. Ik heb de hik. De adventkalender is gedaan. De PowerPoint / presentatie video is gedaan. Even gaan renderen. En dan is het kijken hoe het afloopt. Hij is enigszins goed klaar nu. Ik heb het een hik. Ik ga even naar beneden nog wat afwassen. En dan is op zich deze dag weer om. Morgen moet ik naar school. Morgen begin ik van 11:45 tot, als het goed is, 16:30. Ik weet het niet. Er staat niks op het rooster. Er staan geen tijden, geen docenten, geen lokalen, geen lessen. Ik weet het niet. We moeten in ieder geval morgen om 11:45 op school zijn, dus ik ga maar. Ik ben er eigenlijk niet heel erg blij mee, maar ja, wat moet, dat moet. In ieder geval wil ik jullie wel bedanken. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. Doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal aan deze kant. En kijk mijn video hierboven terug. 11 vlogmas video's, als je die nog niet hebt gezien. En dan zie ik jullie morgen bij vlogmas dag 19. Doeg!